Hallo iedereen, ik ben terug van een kleine korte week vakantie. En ik dacht, ik stem eventjes weer af met jullie om te kijken hoe dat alles gaat, hoe dat je alles ervaart. Want de energie in de laatste weken waren niet altijd even gemakkelijk. Weet dat naar aanleiding van de komende week, rond 12 april en dan meer nog vanaf 14 april, dat vanaf dan aan, naarmate dat we dan verder richting zomer gaan, veel meer dingen echt helderder gaan worden, veel duidelijker gaan worden. En dat je de stappen die je mag nemen, de reden waarom je hier bent, de stukken waar je mag gaan werken, die gaan iedere keer stap voor stap naar boven komen. En dat is hetgeen wat dat... Wat ik merk en ook zie gebeuren bij iedereen die met mij samenwerkt, en dat heb ik ook zelf ervaren in mijn eigen proces, vaak hebben we de controle om ook daar dingen in te gaan willen forceren. Omdat we dan zoiets hebben van, ja, als ik het nu doe, dan past het in mijn planning als het ware. En dan heb ik er controle over, zodanig dat het mij dan niet overvalt op momenten dat ik het eigenlijk niet verwacht of niet zie aankomen. Maar guess what? Zo werkt het niet. En zelf, ook voor mij, werkt het ook niet op die manier. Ik kan ook heel veel dingen voorzien en patronen herkennen. Maar wanneer dat gaat over mijn eigen schaduw, dan werkt dat nog steeds op dezelfde manier. Je wordt getriggerd en dingen komen naar boven wanneer dat, de tijd er rijp voor is om het aan te kijken en het te gaan transformeren. En hoe dat je erover denkt en hoe dat je erin staat. En voornamelijk in hoeverre dat je het vertrouwen hebt dat je inderdaad op dat moment de dingen die op je pad komen er klaar voor bent om ermee om te gaan, om ermee te dealen. Dat is veel belangrijker dan het willen weten wat er allemaal eigenlijk op je pad zal komen. En ik moest er daarnet aan denken, omdat mijn dochter is nu aan het paardtrainen. Daarom zit ik eventjes in de auto om deze video op te nemen. En ik was daarnet ook met een andere mama aan het spreken. En zij vertelde net hetzelfde. Dat er altijd de stress is van, oké, met welk paard gaan we mogen rijden? Gaan we het moeten nog opzadelen? Of gaat het al in de les van het vorige uur nog bezig zijn? Moet het nadien opgezadeld worden? En welke moed, welke stemming gaat dat paard zijn? Want het ene paard is ook het andere paard niet. En paarden reageren ook op energie. Dus dat wil zeggen, als je zelf heel zenuwachtig en niet goed in vel zit, dan gaat dat paard dat weer spiegelen. En het is ook zo, wanneer je ervan uitgaat dat alles vlot gaat verlopen en of dat je ervan uitgaat van, ja, ik ga zorgen dat ik op tijd ben vandaag. Of dat ik meer extra tijd heb om dan het paard op te zadelen. Dan ga je merken dat je inderdaad niet moet opzadelen. En omgekeerd, wanneer je zegt, ik heb niet zoveel tijd. Ik ben wel aan de laatste kant. Dan ga je merken dat je nog alles moet doen. Maar ook daar is dan weer het stuk van, want daar heb je geen controle over natuurlijk. Maar daar is ook het stuk weer van, ik vertrouw dat alles vlot verloopt. En ik durf, en dat was voornamelijk naar mijn dochter toe. En naar die dame, haar dochter ook toe. We durven onze... wij durven te uiten waar dat we hulp nodig hebben. Wij durven ook toe te geven dat we het niet allemaal alleen kunnen. En dat is net hetzelfde in, wanneer dat gaat over schaduwwerk en transformationeel werk. Dat je, en healing, zoals dat we het noemen. Dat je vertrouwt dat de dingen die naar boven komen, dat je er klaar voor bent. En wanneer je het niet merkt of niet goed alleen onmiddellijk de inzichten hebt. Of niet de tools hebt of wat dan ook. Dat je kan aanhaken bij iemand die je vertrouwt, die je dan... weer enkele stappen verder helpt. En dat betekent daarom niet dat je dan eindeloze lange trajecten en coaching of therapieën moet gaan volgen. Zeker niet. Want dat is een van de dingen waar ik zelf altijd heel alert op ben, is dat mensen niet afhankelijk worden van mij. En dus dat geef ik ook heel hard aan. Ik probeer zo vaak mogelijk of zoveel mogelijk het zelf... regulerend vermogen van elk van ons eigenlijk te gaan activeren en jezelf weer te gaan versterken en meer nog eigenlijk jou het vertrouwen te geven dat mijn neus jeukt, het vertrouwen te geven dat je het ook kan, dat wanneer
je tegen zaken aanloopt, dat je inderdaad zelf ook boodschappen kan ontvangen en die dingen kan gaan transformeren. Dus je leert tools aan en dat is hetgeen wat ik doe, ook doe met iedereen die met mij samenwerkt of iedereen die een traject van zelfrealisatie, dat is een groepstraject, waar je vrij bent om de groepsessies te volgen of niet. Waarbij dat je eigenlijk echt effectieve tools krijgt, heel krachtige tools aankrijgt. Zelfs wanneer dat we tegen fysieke dingen aanlopen. Ik heb het ook gemerkt met een andere klant, met een paar klanten eigenlijk ondertussen. Ik heb het ook zelf gemerkt. Wanneer je vertrouwt dat je ook de kracht hebt om met betrekking tot het fysieke ook daar met de vlammen te gaan werken, met energie te gaan werken. En dus dat je niet vanuit het fysieke kracht controle probeert te oefenen, uit te oefenen op iets energetisch, maar wel begrepen. Dat eigenlijk vanuit energie naar het fysieke gaat, dan ga je merken dat je stap voor stap echt die ware meester wordt. En dat zijn één van de dingen maar dat ik aan mensen aanleer. Op de momenten dat ik licht werk, zijn tweelingvlammen voornamelijk. Dat zijn voornamelijk mijn klanten. Ik heb ook een aantal mensen die dat niet zijn. Maar dat werkt net even goed natuurlijk. Maar dus de meeste klanten die met mij samenwerken of die met mij resoneren, zijn lichtwerkers en of tweelingvlammen. Ook daar is het hetzelfde om te leren dat vertrouwen te hebben, om te leren dat en vooral vertrouwen dat alles wat je moet weten, dat je eigenlijk dat al meegekregen hebt. Ze zeggen vaak, ik hoor het mezelf ook wel zeggen, of horen dat iemand dat tegen mij zegt, van kinderen worden niet geboren met een handleiding. En de ene handleiding, als er alleen zou zijn, dan werd die ene handleiding niet voor alle kinderen. Het ene kind heeft een andere leen. Dus elk heel authentiek en heel individueel. En weet ook zo dat wanneer het gaat over jouw transformatie en jouw healing, dat je wel een handleiding hebt. Die handleiding is in jou aanwezig. De dingen die je nodig hebt, de tools, de leraren die op je pad komen, de contracten, de zielsafspraken die je hebt met jouw klanten, met vrienden, met partners, met kinderen zelfs, dat je gaat op de wereld zetten. Dat is allemaal al in jouw blauwdruk aanwezig. Dus daarom spreek ik vaak ook van terugkeren naar je blauwdruk, omdat je dan automatisch ook weer magnetischer wordt, net door je authentieke energie naar buiten te gaan tonen en vanuit je authenticiteit te gaan tonen en niet te gaan verbloemen wat dat er allemaal gaande is. Bijvoorbeeld, ik zou nu kunnen zeggen van, ja, ik heb hier een of andere soort koortsblaasachtig iets. En dat is gewoon omdat mijn lichaam heel moe was. Ik weet dat. En ik zou kunnen zeggen van, ja, ik ga dat niet tonen, maar dat is gewoon part of life. Ik bedoel, ik loop ook tegen dingen aan. En net door mij op die manier ook te tonen, probeer ik zoveel als mogelijk ook toestemming aan jou te geven om gewoon ook jouzelf te tonen zoals jij bent. Met alle hebben en houden, met alle plusjes en alle minnetjes die er bij dat pakket komen en horen. Want dat is wat dat we tenslotte nog allemaal zijn. We zijn work in progress. We zijn perfect tegelijkertijd en work in progress. Dus denk daar maar eens over na. Zeker voor de komende week. Wanneer dat niet alles gaat zoals hij het zou willen, wanneer dat niet alles zo vlot gaat zoals hij wil, wanneer dat je tegen fysieke beperkingen aan loopt, wanneer dat je merkt dat je meer moe bent dan anders, wat dat ook maar is, wanneer dat je merkt dat je nog niet staat in je tweelingvlamconnectie waar je zou willen staan, wanneer dat je denkt van wanneer stopt het nu eindelijk eens met al dat schaduwwerk, dat zijn de momenten. Waarop dat je eigenlijk de ware vechters, de ware doorzetters gaat zien. Want dat zijn degenen die zeggen van, kijk, oké, kom aan, het is wat het is. En ik ben waar ik moet zijn. En het is misschien nog niet zoals ik het zou willen zijn. Dat ik nog niet in mijn perfecte leven leid zoals dat ik het voel dat mogelijk is. Maar kijk eens achterom. Kijk gewoon eventjes achterom om te kijken welk stuk je al gewandeld hebt. In plaats van altijd maar vooruit te kijken van hoe hoog en hoe ver dat nog is. En hoeveel wegen en obstakels dat er nog op je pad zullen komen. En dat is ook de reden waarom dat we altijd zeggen van blijf in het nu, focus op je ademhaling. Wanneer je heel hard in de stress gaat, wanneer dat chaos in je hoofd is, wanneer je niet goed weet welke beslissing je moet nemen, neem dan geen beslissing. En keer dan gewoon terug in het nu, wat je nu aan het doen bent, wat dat nu belangrijk is. In dit geval
ben ik niet bezig met de was die dan moet gedaan zijn of klantsessies dat ik volgende week heb. Nee, ik ben nu bezig met wat ik mee wil delen in deze video en wat dat er gewoon vanuit mijn verbinding met mijn bronnen, mijn gidsen en mijn team allemaal gezegd wordt. Want dat is ook vaak iets dat ik vaak ook niet meer weet wat ik allemaal gezegd heb in een video. Omdat dat ook geleid wordt. En de ene keer zal je heel hard resoneren met de video. En een andere keer ga je zeggen van, dat is precies niet voor mij bedoeld. En dat is allemaal oké. Want we hebben allemaal een eigen uniek pad te wandelen. We hebben elk ons eigen pad te wandelen. En ook daar is het heel belangrijk om dat altijd in je hoofd te houden. Je bent niet verantwoordelijk voor de obstakels en de lessen dat jouw kinderen of partners of vrienden te leren hebben. Nee, jij hoeft enkel jouw pad te volgen en te vertrouwen dat wanneer je keuzes maakt voor jouw hoogste goed, dat dit automatisch ook voor het hoogste goed van de ander is. Ook al lijkt dat niet in 3D in de eerste instantie zo. Vertrouw erop dat op lange termijn dat dat zo bedoeld is, dat dat ook tot die zielsgroei en de zielslessen van die andere persoon wordt. Ik ga nog een video maken rond wanneer je twijfelt. Wat dat eigenlijk wil zeggen wanneer je twijfelt of dat iemand een tweelingvlam is of niet. En ik wil dan ook nog stukjes delen rond kinderen en andere mensen binnen jouw tweelingvlamconnectie. En dan heb ik het deze keer niet over andere liefdesrelaties. En bijvoorbeeld wanneer je tweelingvlam getrouwd is of wanneer je tweelingvlam in een relatie is met iemand anders. Daar gaat het niet over. Maar het gaat wel over bijvoorbeeld ouders van de anderen. Of van je tweelingvlam, of van jouzelf. Kinderen van jou of van jouw tweelingvlam. En op welke manier dat die ook een invloed hebben. Of welke rol dat die eigenlijk ook spelen in het hogere geheel. En op welke manier dat bepaalde lessen van jouw kinderen bijvoorbeeld ook verbonden zijn met healing en lessen van je tweelingvlam. Dus niet altijd per se alleen maar van jezelf. Dus dat zijn ook weer een aantal mooie zaken. Ik heb daar notities rond gemaakt. Ik ben mijn notities natuurlijk vergeten en daarom wil ik nu ook niet die video maken, omdat dat er een aantal belangrijke stukken in zijn dat ik zeker wil meegeven. Voel je dat je zelf tegen dingen aanloopt? Of dat nu in je tweelingvlamconnectie is, in je eigen persoonlijke groei, of als lichtwerker om mensen aan te trekken, of klanten die echt volledig met jou resoneren en die ook die vervulling brengen door met hen samen te werken. Of je bent lichtwerker, maar je weet dat niet goed wat je dan moet gaan doen en zo. Weet dat je ook met mij daarvoor kan samenwerken. Er zijn verschillende manieren. Ik kan ook gewoon één op één in traject komen met mij. Dus dat hangt een beetje vanaf wat je zelf leuk vindt om te doen. Maar als je daar interesse voor hebt en je voelt dat je daarmee resoneert of dat dat jou aanspreekt, zeker als je lichtwerker en tweelingvlam bent. Weet dan dat in het traject zelfrealisatie vanuit het hart, gedrag en bewustzijn heel veel informatie bevat die lichtcodes bevatten, die jou gaan helpen in het verder activeren van jouw missie en van het activeren van codes die jouw tweelingvlamconnectie ook behulpzaam zullen zijn. Dat traject kan je eigenlijk het hele jaar door beginnen en starten. Hè. Dus je hoeft, als je het niet voelt nu, dan is dat oké. Okay. Dan kan misschien zijn dat jij meer bedoeld bent om in het najaar te volgen of misschien zelfs volgend jaar. Maar als je merkt dat... ik was eventjes afgeleid. Een paard die zijn eigen willetje had. Dat gebeurt. Maar dus als je voelt van, oké, ik ben er klaar voor om echt de diepte in te gaan. En om echt mijn transformatie en healing naar de volgende level te trekken. Nodig je echt uit om nu de kans te nemen om deel te nemen. Want vanaf volgende week donderdag 14 april. En dat is ook de dag waarop de planeet Lilith laat me denken, van tweelingen naar kreeft gaat, waardoor dat er veel meer helderheid ook gaat komen. Gaan we van start met de voorbereiding en dan de eerste vlam. De eerste vlam is de blauwe vlam en is dus verbonden met het spreken van je waarheid. En waarheid in het algemeen, maar ook jouw eigen wil, de vrije wil versus de wil van het universum of de wil van God of van de bron, of hoe je het ook wil noemen. En elke week gaan we dan, is er ook dan een groepsessie aan gekoppeld, die telkens op dinsdag doorgaat.
waarin dat we echt gaan kijken van wat loop je tegenaan. Dus dat gaat niet alleen over de inhoud waar je dan gekregen hebt via de online leeromgeving. Maar ook echt van oké, wat loop ik tegenaan? Waar zit ik met welke vragen heb ik? Ik heb die situatie meegemaakt deze week. Hoe kan ik dat nu in het vervolg anders gaan aanpakken? Of hoe moet ik dat gaan interpreteren? Of wat dat dan ook maar is. Vaak gebeurt het niet elke week, maar vaak gebeurt het ook dat ik ook extra informatie doorkrijg die ik mag meegeven aan de deelnemers. En er is enkel een opname voor degenen die live aanwezig zijn, net omwille van de privacy. Omdat er toch wel vaak hele diepe stukken gedeeld worden in die groepen. Dus wat echt heel echt transformationeel werk wordt echt gedaan in doorheen dat traject. Ik sta altijd versteld van wat dat er aan bod komt en wat er mogelijk is. Op een hele korte, snelle tijd. Als de mensen voor openstaan natuurlijk. Maar dat is een beetje het voor de komende 2 weken. Dus als je wil meedoen en je wilt ook gebruik maken van die groepsessies. Dan zorg er zeker voor dat je voor 14 april of de laatste 14 april je inschrijving in orde brengt. Er zijn verschillende termijnbetalingen, dus voor iedereen wat ze wil. Zelfs als de termijnbetalingen die erop staan nog te duur zijn, dan mag je mij contacteren en kijken of dat er nog anders mogelijk is. Maar mij gaat het voornamelijk over het van dienst kunnen zijn om jullie verder te helpen. Zodat je weer in die vrijheid kan stappen, meer innerlijke rust kan ervaren en echt kan het leven gaan vormgeven zoals jij het wilt. Dus gewoon gaan met de banaan. Go with the flow, zoals mijn dochter van mijn 8 zei. Ik stapte terug in de auto en ik mocht. Er kwamen geen auto's af. En ze zei: Go with the flow, mami. Dus dat is echt. Ja. Dat is echt hoe dat we meer en meer en allemaal mogen gaan leven. Echt vanuit verbinding met onszelf. Onze mannelijke en vrouwelijke energie die perfect samenwerken in balans. Niet perfect, maar in balans samenwerken. En gewoon je mee laten gaan in de stroom van het leven. Dus ja, ik zou zeggen, ga eens naar de pagina. De link staat ook onderaan deze video. Niet alleen voor dat traject, maar ook voor een aantal andere zaken. Dus als je meer aangetrokken wordt tot manifesteren of wat dan ook, of je hebt nood aan individuele begeleiding, ondersteuning, want er zijn ook heel veel mensen die nu wakker worden en die tegen zichzelf wel lopen voornamelijk, dan zou ik zeggen, kijk eens wat er bij jou past. Weet je het niet goed, kan je ook mij contacteren en dan reserveer je zo'n gratis afstemsessie van ongeveer een half uurtje, waarbij dat je waarbij dan we gaan kijken van waar je nu of hier staat in jouw groei, wat je nodig hebt, of dat ik inderdaad de meest aangewezen persoon ben op dit moment, om je verder te helpen. En ik ga ook altijd eerlijk zijn als ik voel dat we matchen, of als ik voel dat ik jou inderdaad zou kunnen verder helpen of niet. Het maakt niet uit of dat nu is dat je tegen een zware depressie aanloopt, of met een alcoholprobleem, of een andere verslaving sukkelt, of je loopt op het plat. Op het pad van een tweelingvlam, dus een vlat. Het maakt niet uit, want de principes zijn altijd hetzelfde. Alleen is het de manier waarop dat zich toont, waarop dat de disbalans in jouw lichaam zich toont, is anders. Dus het is echt mogelijk. Als je echt klaar bent, als je echt genoeg hebt van de miserie, van de obstakels, van de problemen in je leven, dan is nu de tijd om er echt iets mee en echt iets gaan aan te doen en de nodige stappen te zetten. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik zie dat ik weer al 20 minuten aan het tetteren ben. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik zeg, als je tegen dingen aanloopt en je wilt zelf er meer informatie over, ik probeer zo vaak als mogelijk te antwoorden op de comments die, of de berichten die verschijnen onder de video's. Je kan mij ook altijd via de website contacteren als wat persoonlijk is of je dat niet wilt delen, openbaar. En dan ga ik ook daar antwoorden of kijken wat het meest gepaste is om jullie vooruit te helpen. Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een fantastisch weekend. En de komende week mag je nog een aantal video's van mij verwachten. Dan heb ik weer wat meer ruimte. Zien en horen en spreken we elkaar wel. En misschien werken we binnenkort samen in een van de trajecten. Zo, geniet nog van je dag. Tot de volgende. Dag.